Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ondervindt momenteel moeilijkheden bij het plaatsen van leerlingen in het algemeen vormend onderwijs. Dit deelde minister Henry Ory gisteren mee tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Hij gaf tevens aan dat het aantal leerlingen in het beroepsonderwijs dit jaar is afgenomen. Om de situatie te verhelpen zal het ministerie enkele LBO-scholen inrichten voor het algemeen vormend onderwijs, zodat de leerlingen alsnog een plek kunnen krijgen. Dat lukt langzamerhand wel. We hebben wat situaties dat natuurlijk leerkrachten en schoolleiders goed moeten meewerken om hun school dat bestemd was voor bijvoorbeeld een lager beroepsonderwijs wordt omgebouwd naar een algemeen vormend onderwijs. Het gaat erom om iedereen een plek te geven. Wij zijn nu druk bezig dus de bestaande leerlingen te plaatsen zoveel mogelijk. We hebben een situatie in Paramaribo Zuid dat we een aantal scholen met het AW-systeem moeten handhaven tijdelijk tot we oplossingen hebben. De minister deelde verder mee dat het ministerie betalingsachterstanden heeft bij verschillende scholen die het huurt. Hij verduidelijkte dat de druk om deze betalingen te voldoen sinds 1 oktober is toegenomen. Waarvan men zeker bij 1 oktober de kans grijpt om in elk geval de druk op te voeren op het ministerie om eerst te betalen aan de sluiten van die school. Daar heb ik zeker 3 gevallen op dit ogenblik waar wij proberen te onderhandelen om toch die scholen open te krijgen, want als je ressources van ongeveer 1,2 miljoen en 1,4 miljoen niet hebt betaald, kan ik me voorstellen dat eigenaren van de scholen niet bereid zijn om mee te werken. Binnen het basisonderwijs moeten nog enkele leerlingen geplaatst worden, maar volgens de minister zijn de meeste uitdagingen inmiddels opgelost.